Land Rover with a mission. Dit is de Land Rover, oranje gespoten. En de mission is ook bekend. De mission is naar Gambia rijden. In Gambia les gaan geven. Auto-elektrotechniek. Samen met Stefan les gaan geven in praktische zin. Meten aan objecten, meten aan proefopstellingen. Dat is de missie om daar een klein beetje ontwikkeling in autotechniek te doen. De auto rijdt even niet, is ook vrij lastig zonder startmotor en dynamo. Het idee voor de missie komt van een leraar van gilde opleidingen in Venlo. Die maakte het tweetal enthousiast voor de zendingstocht door de zandbak, de Sahara. Een prachtige, kijk elk jaar Dakar en dan zie je die auto door de woestijn. En ja, dit is precies hetzelfde, alleen dan kun je het zelf doen. Alleen ja, het wordt minder materiaal, maar dan moet je gewoon zelf voor zorgen. En gewoon het hele opknappen van een auto vind ik wel interessant. En klaarmaken voor de hele reis. En je gaat wat goeds doen. Ik kan dus mijn laatste stage van school. Ik kan ook hier bij een groot bedrijf een onderzoek doen. Maar ik vind, dit was ook een alternatief en ik vind dit veel interessanter. Voor mezelf leer ik veel meer van. Ja, als de reis doorgaat. De Dakar Rally is afgelast door terreurdreiging van Al-Qaeda in Mauritanië. Ook Dekkers en Fleuren komen door dat land op weg naar Gambia. Er is een negatief reisadvies, dus staat de trip op losse schroeven. Maar het tweetal houdt goede hoop. We zijn bezig met Mauritanië en met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland zijn we aan het bellen of dat het nog veilig gaat worden voor 3 februari vertrek. Daar hopen wij op. Voor ons is het nu natuurlijk hopen. Anders wordt het vertrek uitgesteld en zullen wij zonder auto gaan vertrekken naar Gambia. Zonder auto, waar ze bijna een jaar aan gesleuteld hebben. Het ding heeft zelfs een uitklapbed gekregen. Tja, desnoods wordt het vliegen, maar naar Gambia gaan ze sowieso. En daar heeft Pa Dekkers niet eens zoveel moeite mee. Ja, zorgen blijven er altijd. Ik haal wat men doet. Die zullen in die weken wat meer zijn, maar ja goed, ik gun het hem wel om zo'n reis te ondernemen en te maken. Het is een geweldig stuk levenservaring wat dan wordt opgebouwd. Zo is dat. Rijden of vliegen, uiteindelijk gaan ze toch per auto de woestijn in. Desnoods volgend jaar. Maar die 11 maanden sleutelen zijn in elk geval niet voor niks geweest. Hoi.